De energierekening. Ja. Nou, wij hebben zelf een heel groot aquarium in huis. Van 3 bij 1 bij 1. Die 24 uur per dag verwarmd moet worden. Ja, dus die gaan door. Niet leuk meer. Nee. Dus aan de andere kant. Ik hoef de verwarming nog niet aan te zetten. Omdat het aquarium ons ook weer verwarmt. Okay, dus, dat is dan wel weer een fijne. Maar het zijn uitkomst. Dus wel dingen waar je over nadenkt. Ja, mijn partner heeft dan ook een soort van app waarin hij kan zien van oké, nu is het beste moment om de was aan te zetten. Want nu zijn er voordelige tarieven. Dat je denkt, daar hebben we echt nog nooit naar gekeken. Maar ja, als je dat zo meteen gaat optellen aan het einde van het jaar, dan denk ik toch dat wel kan schelen. Ja, zeker. Ja. Klappen als je hoort dat ik vind dat als je naar dit land komt, prima. Maar dan moet je jezelf ook nuttig kunnen maken. En inderdaad ook gewoon meedoen en je sociale contacten. Je moet een leven opbouwen hier. En als je alleen maar thuis zit, ja, dat wordt er allemaal niet beter van. Nou, ik vond het vooral heel erg schattig om te zien. Nou, op een gegeven moment was hij in zo'n cooling down room. Daar moet je dan wachten wat er gebeurt. En toen kwamen ze van de VIA volgens mij echt naar hem toe van... Je bent wereldkampioen. Ben ik echt wereldkampioen? Hij was heel erg met zichzelf aan het praten. En wel en niet. Hij snapte er niks van. Dan sta je daar dus in je eentje in die kamer. Op een gegeven moment ging hij maar op zo'n stoel zitten. En dan... Het is heel bizar. Ook wel jammer. Het is in ieder geval altijd bijzonder op het moment dat Max Verstappen kampioen wordt. De eerste keer was het natuurlijk ook al zonder dat het bekend werd gemaakt dat hij kampioen was geworden. Dus ik weet niet. Er hangt altijd iets aan bij hem. Toch blijft hij. Er is meer iets van de laatste tijd dat hij wat kalmer blijft. Want in het begin was het echt helemaal niet zo. Was het best wel een heet hoofdje, moet ik zeggen. Hij is nu gewoon weg. Wereldkampioen voor de twee. Zeker een legendarisch rijtje. Er zijn niet ontzettend veel mensen die 2 keer wereldkampioen zijn geworden. En helemaal niet 2 keer op rij. Dus dat is natuurlijk is heel bijzonder. En helemaal aan de start. Ja, Nick de Vries. Ja, leg eens even uit voor mensen. Ja, Nick is heel speciaal. En die had eigenlijk al lang in de Formule 1 moeten rijden. Hij werd Formule 2 kampioen. Normaal gesproken ga je dan eigenlijk automatisch naar de Formule 1 toe. Dat is echt een opstapklasse. Op dat moment dat hij kampioen werd in 2019 was er voor hem geen setje beschikbaar. Formule 1 ging hij toen doen. Nou, ook daar werd hij kampioen. Hij is reservecoureur voor Mercedes. Hij heeft een vrije training daar gereden voor Mercedes. Dus echt in de auto van Hamilton. Ook voor Aston Martin. Kan echt wel wat. Dus die had eigenlijk al lang in Formule 1 moeten rijden. Je hebt hem ook vaak gesproken? Al een aantal jaren. We hebben ook wel... fit te blijven en de G-krachten ook vooral aan te kunnen in zo'n Formule 1-auto. Nou, dit is een van die oefeningen. De speciale nektraining. Je moet echt gewoon een hele sterke nek hebben. Want je gaat natuurlijk met gigantische kracht door al die bochten heen. Was echt helemaal kapot. Ja. Ja. Maar en hoe... We hebben elkaar natuurlijk al vanuit het karten. Mm-hmm. Hebben samen gekart. Zijn ook ongeveer dezelfde leeftijd. Nou, Nick is dan 27. Max Verstappen is 25. Ja. Dus ze kennen elkaar al heel erg lang. Dus ik stelde hem ook de vraag, is het niet frustrerend voor jou dat Max Verstappen al in Formule 1 rijdt op zijn 17e en jij bent daar nog steeds niet? Ja. Dat heeft natuurlijk alles te maken ook met Jos Verstappen. Die kent de weg, heeft de contacten. Die weet precies hoe die daar moet komen en te dwingen. En hoe leuk wordt dit voor ons om dit allemaal te blijven volgen? Daar gaan we nog jaren plezier. Tuurlijk, ja. Nee, maar hoe Nick de Vries echt dat zitje verdiend heeft... is wel de race die hij heeft laten zien in Italië, in Monza. Daar heeft hij meteen al punten gepakt. Dat was ook eigenlijk bizar. Je had de vrije training, die had hij gereden voor Aston Martin. Op vrijdag. Ja. Zaterdagochtend kreeg hij te horen... je gaat de race rijden voor Williams. Zaterdagochtend, dus vlak voordat de vrije training startte. En vervolgens rij je op zondag gewoon een P9 en heb je 2 punten in de pocket. Ongekend. We zijn er nog tot 10 uur. Steeds meer Nederlanders willen... Samantha, jullie thuis houden volgens mij al rekening daarmee, ja. Hè? Met wanneer iets meer kost of niet. Precies. Hoe ja. zit dat? Ja, je kunt dus in zo'n energie-app kun je dan zien... van zo laat tot zo laat is het voordelige tarief en dan wordt het weer duurder. En dan, als je daar gewoon heel bewust rekening mee houdt... van zo laat ga ik mijn wasmachine aanzetten en de vaatwasser... ik denk dat het aan het einde van de rit wel een hoop kan schelen. Is het niet? Ja, hier waren we eigenlijk nooit mee bezig. Gewoon de dingen aanzetten wanneer jij vindt dat dat nodig is. En nu hou je er toch meer rekening mee. Want ja, het gaat toch 3 keer over de kop. Het is nogal wat. Nou, hoe zit dat eigenlijk bij u thuis? Ja, eigenlijk ook pas over dat dit soort mogelijkheden zijn. Goed, Frank, in het dorpje Band, daar loopt de spanning vandaag hoog op. Ja. Is het toch onverstandig om dit soort gevoelige zaken toch vanuit Den Haag op te leggen?
Bart Kruijf, we hadden het net al even over die explosies in Kiev, maar nu dus meldingen ook uit andere steden in Oekraïne. We zien hoe het Rusland tot nu toe niet lukt om nog meer gebied. Denkt u, als u hoort nu ook over al die explosies nu ook op andere plekken in Oekraïne en dus ook in Kiev, waar het toch maandenlang relatief rustig was? Echt diep verankerd in de bevolking, de wil om te vechten. Ja, en dat maar die wil probeert Rusland natuurlijk te breken. Vastberaden worden om deze oorlog te winnen. Nu zien die de explosies in die meerdere steden is natuurlijk dus een reactie op wat er afgelopen zaterdag is gebeurd. Ja. De ontploffing bij de Krimbrug, ja. Belangrijke brug voor Poetin.